Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is mijn lievelingsklant er weer, mijn zus. Het is 8 weken geleden dat we de nagels gedaan hebben. Ze had het net al opgezocht. Dus ze heeft weer mega uitgroei. Ja, ze heeft altijd echt veel te veel uitgroei. Dit raad ik zeker niemand aan. En zeker ook met zulke lange nagels. Maar gelukkig kan ze er goed mee overweg. En mocht er ooit eentje omknakken, ja, dan is het haar eigen schuld. En dan is het ook echt pijnlijk. Dus dit raad ik niemand aan. Maar ze kan er heel goed mee overweg. Ze zitten heel stevig. Ze heeft gelukkig, we kloppen het even af, zelden dat er iets afbreekt of wat dan ook. Maar eigenlijk zou ze wel gewoon eerder terug moeten komen. Maar op een of andere manier komt dat er steeds niet van. Maar goed, vandaag is ze er weer. We gaan dus alles weer opvullen. Klein beetje korter maken. De beelden weer eraf veilen en de kleur. Dan ga ik het opvullen weer met de beelden van Diva. Die heb ik hier klaarstaan. En dat wordt de kleur Perfect Nude. Gewoon een hele neutrale kleur, maar daar ga je straks helemaal niks meer van zien. Dus daarmee vul ik de nagels op. Zijn ze weer mooi stevig. En daarna gaan we er een nail art overheen maken. En een hele mooie rode kleur ga ik gebruiken. Die moet ik nog wel even opzoeken, want ze heeft binnenkort een feestje. Bruiloft. En ze heeft een hele mooie rode jurk. Dus daar moet ik een mooie kleur bij zoeken. En ik wil er ook een leuke nail art op maken. Dus dat ga ik je allemaal laten zien in deze video. Ik denk dat we niet het hele proces van het afveilen en het opvullen laten zien. Dat hebben we volgens mij in de vorige video wel gedaan. Dus als je dat wil zien, kijk die dan even terug. Maar vandaag gaan we ons gewoon even focussen op de kleur en de nail art. En dan kunnen we tijdens het opvullen gewoon lekker even kletsen zonder dat de camera aanstaat. Dus we gaan snel beginnen en jullie zien ons straks weer terug als we de nail art gaan maken. En dat is dus de jurk die ze aan gaat doen. Echt een super mooie. En hier heb ik de kleurtjes waar we dus uit aan het kiezen zijn. Ze moeten even alles goed bij de jurk houden. Want soms heb je een beetje rood wat meer naar het oranje neigt. En soms heb je rood wat juist wat meer rozig is. En nou denk ik dat die tweede hier, dat hem gaat worden. En volgens mij is dat Honey Bunch. Van Loveness. Ja, die vind ik wel het mooiste erbij. Ze moeten even goed kijken. Die zou ook nog kunnen. Die kan ook nog. Maar goed, we gaan even kijken wat het gaat worden. Maar het moet hier in ieder geval bij matchen. Oké, hier zijn ze. Ik heb ze opgevuld dus met die beelden die ik net liet zien. Helemaal in model geveld. En ja, ze zien er nu weer echt een stuk mooier uit. Weer wat korter en weer lekker stevig. Nu ga ik de gel polish aanbrengen. We hebben dus die rode kleur gekozen. Jullie zagen net ook de jurk. Dit is Honey Bunch van Loveness. Een hele mooie rode kleur. En ik ga op deze twee nagels denk ik een nude kleur aanbrengen. Dit is Delicacy van Madame Glam. En daar ga ik dus denk ik een nail art op maken. Ik wil eigenlijk die bloemetjes doen. Ik vertelde dat al in de vorige video toen ik deze nail art heb gemaakt. Dat ik bij mijn zus eigenlijk ook dit soort bloemetjes wil. Dus misschien dat we dat gaan doen. Ik moet nog even kijken. Ik wil er ook wel iets van glitters bij. En dan die bloemetjes met wat wit en rood. Dus we gaan nu eerst de gel polish aanbrengen. En dan gaan we zo verder. Oké, ik heb het eerste laagje al aangebracht. Ik ga nu verder met een tweede laagje. Dus op de ringvinger en de middelvinger heb ik die nude kleur gedaan. Echt heel mooi. En ik heb de andere hand net al stiekem gemaakt. Dus show maar even stiekem. Klein beetje naar voren nog. Ja, kijk, dat gaat het worden. Dus ja, hier gaat een tweede laagje overheen. Op alle nagels. En dan gaan we op deze, op die twee nude nagels, gaan we dus die bloemetjes maken. De andere is die Honey Bunch, die rode kleur. Echt heel mooi en super dekkend is die kleur. En hij matcht echt perfect bij de jurk. Op die ringvingers ga ik een heel klein beetje van die glitters aanbrengen. Dit is White Holographic van Lescente. Ik wilde zomaar iets van een klein glittertje op de ondergrond. En ik dacht dat deze wel leuk zou zijn. Nu vind ik hem wel een heel klein beetje
groenig lijken. Nu die eenmaal over die nude kleur zit. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het geeft wel een leuke sparkling net een beetje op de ondergrond. Dus je kan eigenlijk ieder kleurtje ervoor gebruiken. Als je een beetje een klein glittertje wil. Eventueel een fleekje zou ook kunnen. Dus, maar wij hebben deze gebruikt. Dit is de glitter. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is een beetje overbelicht lijkt het wel. Maar heel blinkend holo. Komt u maar. En die ga ik dus een klein beetje op die ringvingers aandeppen. Zomaar net een klein beetje overal. Gewoon een beetje zo willekeurig. Dat je net een klein blinkertje op de ondergrond hebt. Dat heb ik gewoon even zo aan. Dan ga ik meteen ook overal even een extra topcoatje overheen doen. Ik doe alvast de topcoat over de rode kleur en ook over die glitters. En dan kunnen we daar zo meteen dan die bloemetjes overheen gaan schilderen. Oké, topcoat is uitgehard. Nu ga ik dus die bloemetjes erop schilderen. Ik heb deze... Ja, het weerspiegelt heel erg. Is het nou zo fel hier? Maar dit is de buttercream van Light Elegance in white. En daarmee ga ik nu de bloemblaadjes erop schilderen. Ik ga deze even hier proberen te laten staan. Ik pak een nail art penseeltje. Niet te dik, niet te dun. Dit vind ik zelf fijn werken. En ik ga op alle nagels 2 bloemetjes zetten. Of in ieder geval op deze 2. Mag je die andere even erbij houden, want ik wil het altijd graag een beetje in spiegelbeeld. Ja, dan moet ik aan deze kant beginnen. Ja. En ik ga dus per bloemetje doe ik 3 blaadjes. Oh, heb je last van een vlieg? Niet wiebelen. Dus ik maak per bloemetje 3 blaadjes. En ik zorg dat die bloemblaadjes elkaar niet raken. Want zometeen gaan we er nog wat streepjes bij maken. En die kun je daar dan mooi omheen doen. En dan is het allemaal niet te dicht op elkaar. Dus dit zijn de 3 bloemblaadjes. Dan ga ik hier bovenaan bij de nagel ook hetzelfde doen. Heb je nou hele kleine nagels? En dan kun je misschien het beste 1 bloemetje per nagel doen. Of een half bloemetje zeg maar. Met 2 of 3 blaadjes. Je zou hier eventueel ook 2 blaadjes kunnen doen. Hoor, als dat net iets beter uitkomt. Dus kijk gewoon een beetje naar de lengte of de breedte van de nagel. Wat goed uitkomt. Zo. En dit ga ik nu ook op die andere nagel doen. Oké, de witte bloemetjes zijn uitgehard in de lamp. Hier op dit paletje heb ik een beetje van de rode gel polish gedaan, die Honey Bunch. En daarmee maak ik nu een paar kleine streepjes in het midden van die bloemetjes. Het komt niet heel nauw hoe je dat doet. Je ziet er ook niet heel veel meer van terug zo meteen. Want er komen nog zwarte streepjes overheen. Maar ik wil wel een klein rood accentje erbij hebben. Vind ik het toch net even leuk uitzien. Dus gewoon zo even in het midden van dat bloemetje. Wat van die... Ja, gewoon een klein streepje eigenlijk. Zo, dat doe ik bij alle blaadjes. Dus gewoon in het midden. Ook dit hard ik weer even uit. Nu ga ik ook wat zwarte streepjes erbij maken. Dat doe ik ook met de buttercream van Light Elegance met Black Tie. En nu ga ik een aantal hele dunne lijntjes erbij zetten. Dat is altijd even een priegelwerkje. Dat doe ik dus ook met een heel dun nail art penseeltje. Kijk of ik het kan zien. Zo, met een heel fijn, met hele fijne haartjes, een fijn puntje. Ja, en dit is eigenlijk wel het precieze werkje. Je wilt wel dat deze lijntjes echt mooi dun zijn. En dat ze mooi in een puntje uitlopen. Bij die rode maakte het net niet zoveel uit. Maar hier is het wel belangrijk, want dat is wel mooier als het allemaal dunne, fijne lijntjes zijn. Je gaat dus ook weer gewoon een beetje over dat rood heen. Eens kijken of ik wat in kan zoomen. Klein beetje over dat rood heen. Dus je zal dat rood niet helemaal goed meer zien. Maar hier en daar zie je nog wel een accentje.
En zo maak je gewoon allemaal dunne lijntjes. En hier in het midden wordt het dan wel wat zwarter. Ik vind dat juist mooi. Want ik ga daar zo meteen nog wat witte stipjes overheen zetten. En die witte stipjes vallen dan weer goed op, omdat dat in het midden zwart is. Nou, zo trek je wat lijntjes. Zo. Nu ga ik in het midden van die bloemetjes witte stipjes zetten. Je hebt dus hier in het midden veel zwart nu. En dan is het wel leuk om daar dan witte stipjes op te zetten. Dat maakt de boel meteen een stuk frisser. En dan vallen die witte stipjes ook goed op. Ik maak meestal gewoon zo'n groepje van een aantal stipjes bij elkaar. Probeer ze een beetje uit elkaar te zetten, dat ze elkaar niet helemaal raken. Zo. Ik maak ook gelijk even zo'n boogje eromheen. Met witte stipjes. Zo. Ga ik bij die andere ook doen. Dan doe ik met zwart ook nog een boogje maken. Een paar van die stipjes zo naast elkaar. En ik probeer de stipjes altijd een beetje van groot naar klein te doen. Nu aan deze kant ook nog. Zo. Maak even mijn dotting tool schoon. En dan pak ik nog een klein beetje van die rode gel polish die ik op dat paletje had. En dan zet ik gewoon hier nog 3 stipjes zo bij elkaar. Dat toch dat rood nog even terugkomt. Een klein accentje. Nou, dan hard ik dit nog eventjes goed uit. Dan gaat zo meteen de topcoat eroverheen. En dan laat ik het eindresultaat zien. Nou, hier zijn ze. De mooie rode nagels met de bloemetjes nail art. Ik vind ze echt super cute. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het zeker even weten bij de reacties hieronder. Het matcht echt perfect bij de jurk. Dus ze kan zo naar de bruiloft in de mooie jurk met de rode nagels. Wij willen je weer heel erg bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. En dan zien we je heel graag weer in de volgende video.